een warm welkom kunnen geven aan iemand die we toch kunnen beschouwen als een van ons, een van de jonge politici in de Tweede Kamer, met een ander kleurtje. Dames en heren, Tofik Dibi! Tofik Dibi! Wow! Ik heb gehoord dat vandaag de premier er ook was. En laat me raden, hij heeft vandaag tegen jullie niet gezegd wat hij in de Kamer vaak zegt, dat de multiculturele samenleving een mislukt experiment is. Dat kan ook niet als hij jullie zou zien. En laat me raden, hij heeft vandaag ook niet gezegd tegen jullie dat hij Nederland wil teruggeven aan de Nederlanders. En dat doet hij altijd op de VVD en de PVV-stemmers. En laat me raden, hij heeft ook niet gezegd dat hij hier vorig jaar niet was, omdat hij niet mocht van Geert Wilders. En laat me raden, hij heeft vandaag ook niet gezegd dat hij de subsidie gaat dichtdraaien voor het Lyncee. Hele ding waarvoor we hier vandaag zijn. Maar wat hij ook niet heeft gezegd, het belangrijkste is waar wij hem aan gaan herinneren. En waar wij hem aan moeten herinneren, is aan waarom wij hier staan. Dat is vrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. Echte vrijheid is opkomen voor de vrijheid van een ander, ook als je daar helemaal niks voor terugkrijgt. Ook als het niet jouw soort mens is en ook als diegene heel ver van ons vandaan is. We herdenken vandaag iets wat 149 jaar geleden is gebeurd. Maar we moeten oppassen dat als we achteruit kijken, dat we niet zien wat onder onze neus gebeurt. Want slavernij is misschien officieel afgeschaft. Als je kijkt naar de duizenden mensen die werken in de seksindustrie, in de horeca, in de tuinbouw, in de bouw, in de huishoudelijke sector, dan zijn er nog steeds moderne vormen van slavernij in Nederland aanwezig. En als wij hier vandaag staan om terug te kijken, moeten we niet vergeten naar wat vandaag gebeurt. Ik hoop, volgend jaar, dan is het 150 jaar geleden, dat in Nederlandse koloniën de slavernij is afgeschaft, dat wij hier niet alleen maar herdenken, maar dat wij ook een initiatief gaan nemen om die moderne vormen van slavernij af te schaffen. Want echte vrijheid is opkomen voor de vrijheid van een ander, ook als je er niks voor terugkrijgt. Dank jullie wel. Dames en heren, nog een keer een applaus voor Tofik Dibi, alsjeblieft.